wegen en de landschappelijke elementen, die doen mij een beetje denken aan Zweden. We zitten natuurlijk ook vrij dicht tegen de Zweedse grens aan hier zo. Maar toch is het duidelijk een verschil. De wegen in Zweden zijn allemaal kaarsrecht en er zit amper een bocht in hier en daar. En de wegen hier die zijn toch eigenlijk net zo bochtig als overal in Noorwegen. Wel goede wegen. Even weer een kleine splutter regen. Maar de herfst hier in Noorwegen. Dat is fantastisch. Geweldige kleuren. Op zoek naar onze camping van vandaag zijn we even naar een afslag ingegaan om te kijken wat het voor camping is. En ja, het is een niet verharde weg. Het zou ook wel een mooie herrie zijn. 2 kilometer deze weg. Zijn. Kijk, hier links is het. Ja, zeker weten. Jonska Tourist Center. Dit is de camping. En het ziet er op zich best heel netjes uit. Ja. Moet je eens even gaan kijken? Zeker. 300 kronen dus. Gaan even kijken op de camping. Van 300 kronen inclusief stroom. Maar we maken ons dat eigenlijk ook uit. Als het maar fijn is. Daar is een toiletgebouw. De camping ziet er heel mooi uit. Met leuke grillhut. Met verwarmde terrassen en dat soort dingen die je aan het water hebt. Daar kun je heerlijk zitten. Ik denk als je daar een boek mee naartoe neemt dat het ook fijn is. Als het droog is. Omdat je daar droog kunt zitten, ook als het regent. Net douchegebouw. Voor de rest is het gewoon een mooie camping. Keurige camping ook. Waarschijnlijk een opblaasbare. Ja, soms is er ook veel te doen voor kinderen. Ik ben wel een beetje benieuwd wat je nog voor wandelingen en dingen kunt maken. Tja, we zijn weer onderweg. En heel bijzonder, het is nog redelijk goed weer tot nu toe. We zijn onderweg naar Zweden. En welk nummer heeft deze weg, Erik? Weet je dat zo? Dat is de 70? In Zweden gaat hij de 70 heen. Oh ja, oké. Okay. En hier heet hij de? Of 128 of zo? Of 28. De 28. We zijn vanmorgen bij onze mooie camping vertrokken, waar we gestaan hebben. Waren ze best een beetje de enige die daar waren. Maar het was lekker rustig vannacht. We genieten nog steeds van de mooie herfstkleuren. Het is echt prachtig. En we zijn echt benieuwd hoe het in Zweden zal zijn. Ik denk dat het daar ook erg mooi zal zijn met die grote bossen die al mooi in de herfsttooi staan. Lang getwijfeld of we wel naar Zweden zouden gaan? Ja, we hebben echt getwijfeld. Van doen we nou wel Zweden, doen we nou niet Zweden. Maar de weersvoorspelling voor Noorwegen is zo slecht. Dat hebben we gezegd, nou, we zijn die regen eigenlijk wel een beetje zat. We nemen toch het risico en gaan via Zweden richting het zuiden naar huis. Oh kijk, daar zijn ze met de weg bezig.
Zijn ze stokken aan het plaatsen? Oh, ze hebben hier van die bamboestokjes. Het mag je misschien niet veel kosten. Ik weet het niet. Het is natuurlijk wel milieuvriendelijker, hè, als je bamboe neemt in plaats van plastic. Ja. Maar het is een prachtig mooi gebied hier. Heel erg mooi. Maar het was een heel besluit om Noorwegen te verlaten. Nou, het was zeker een moeilijk besluit om Noorwegen te verlaten. Want we waren eigenlijk veel liever in Noorwegen gebleven. Waar ons hart ook ligt. Maar ook Zweden is, ook vanwege de corona in Zweden. Maar wat we gelezen hebben is dat het daar behoorlijk onder controle is. We vermijden de grote steden. Ga niet naar Göteborg of niet naar Stockholm of Malmö. En we gaan via, als het enigszins lukt, dan gaan we via de brug gaan we door naar Denemarken. Ook Denemarken zijn Nederlanders niet welkom. We zijn mogen wel door Denemarken reizen tot nu toe. 218 is het. Dit is de 218 waar we nu op rijden. Juist, de 218. Hele mooie route. Een route langs een nationaal park. 900 meter is de grens. En we zijn heel benieuwd hoe het zal gaan bij de grens. Of we worden aangehouden, of de controle is. Maar we gaan wel, pijn in ons hart nemen we afscheid van Noorwegen. Echt waar. Nou, we worden dus wel aangehouden, grenswacht. Er staat een autootje, geen idee. Dan moeten we misschien ook paspoorten hebben, of niet? Oké, we zijn in Zweden. Dus een aardige politieagent stond naast zijn auto. Even gevraagd of we gewoon door konden rijden. En je ziet gelijk het verschil. De rode wegen en de grote gaten in de wegen. Ze zijn waarschijnlijk nog bezig met onderhoudswerkzaamheden. Kijk eens, prachtig mooi meer. Een strandje. En ik denk dat we zijn nu in Vlutningen. Vlutningen. Ik heb het idee dat er gewoon geen controle is. Er is gewoon geen controle. Ik denk dat die agent daar bij toeval stond of zo. Geen idee. Ja. Hij was er ook een beetje verlegen mee. Zo van, ga maar door. Oké, we zijn in Zweden. Hoera. Gewoon even voor de gein uitproberen. Even een uurtje wachten, even koffie drinken. En dan heen en weer rijden over de grens. Kijken wat er dan gebeurt. Nou, ik denk dat er ook voor een groot gedeelte het aan je eigen verantwoordelijkheid wordt overgelaten. Volgens mij kunnen ze nooit de hele grens met Zweden afbagen. Toch wel een klein beetje verwacht hoor. Ja. Hier heb je wel loppers, hè? Oh, jij hebt hier loppers. Nou, dat wil ik toch echt wel zien. Hé, hey, een tankstation. Kun je ook ijsjes kopen? Dat ziet er echt niet uit. Ach, het grote wegenboek voor mijn neus liggen. Het spiegelt zo lekker in het glas. Ja, het Noorwegenboek kan opgeborgen worden. En dan moeten we werken met de Zwedenkaart. Maar volgens mij hebben we nog een boek, toch? Waar ook heel Scandinavië in staat. Of hebben we dat thuis gelaten? Die was ook van Noorwegen. Oh, nou, we zien wel. Zo, onze eerste stop in Zweden. Even een stopje over de grens voor een bakje koffie en gelijk het sfeertje van Zweden. Een grilhutje eigenlijk, overkappentje waar je in kunt zitten. Gewoon lekker aan de weg waar we eventjes gestopt zijn. En ja, je merkt toch dat Zweden net even een puntje anders is als Noorwegen. Maar we gaan het meemaken. Dan kom je
bij tijden wijlen toch ook nog een andere nationaliteit tegen als alleen maar Zweden en Nooren en... Ook hier in Zweden zijn de herfstkleuren gewoon heel mooi. Hoewel het mij echt wel opvalt dat er hier veel meer naaldhout in de bossen staat als loofhout. Zoals we dat in Noorwegen eigenlijk gewend zijn. Dus even wennen. Het is groener. Ook heel mooi. Maar ook heel mooi. Mooie kleuren. Wat contrast. Even een lunchstopje. Even een kampvuurtje aangemaakt. Mooi aan een meertje. En daar is voor iedereen gezellig. Een leuke plek. Of niet, Leica? Je kunt hier mooi droog zitten, dan ben je toch wel. Je zit mooi droog, terwijl het gelukkig op dit moment niet echt regent. Daar ginds staat de camper. Achter de bosjes. We zitten hier gezellig even met z'n tweetjes. Drietjes, want Leica ligt nog onder de tafel. Mm-hmm. Even te lunchen met Reurosbroodjes. Broodjes uit Reuros. Mm-hmm. En dit is Zweden. In Zweden vind je heel veel van dit soort plekjes met dit soort hutjes waar je tegen de regen beschut bent. Kampvuurtje, hout ligt voor de deur, mooi gekloofd. En we zitten hier ergens tegen het of in een of ander nationaal park. Vraag me niet hoe het heet. Zoeken we nog even uit. Ja. Komt onder in beeld.